voor dit toernooi als derde geplaatst is en Lewis als tweede. En dat heeft weer te maken met de prestaties van de beide heren in de World Series toernooien dit jaar. Waarin Lewis het dus net ietsje beter deed. Ze kwamen elkaar in halve finales op eerdere World Series toernooien overigens drie keer tegen. Alle drie de keren won Van Gerwen. Sydney Darts Masters 2013. Dubai Darts Masters 2014 en 2015. En ook als je kijkt naar de onderlinge partijen in de grote toernooien, dan zie je wel een voordeel voor Van Gerwen, maar heel groot is dat voordeel niet. 7 overwinningen voor Mighty Mike, 5 voor Lewis en 2 gelijke spelen. Ja, terwijl de heren richting het podium gingen en jij nog even een prachtige openingsbetoog hebt gehouden, heb ik toch nog even snel ben ik even gaan tellen. En die meeste wedstrijden op rij, officieus. Overwinningen op rij. Ja, dat is het probleem een klein beetje. Ik kan de gelijke speler er niet uithalen. Maar wedstrijden zonder nederlaag op rij, daar ben ik maar even van uitgegaan. Officieus 43 stuks verteler. En dan heb je het weer uiteraard over de grote toernooien. Nou heb ik het over televisietoernooien. Omdat dit ook een televisietoernooi is, dus heb ik het over televisietoernooien. Oké. Okay. Kom ik in die serie die eindigt dan in 2005. Als die op de World Matchplay verliest uiteindelijk. En de serie die begint ergens in 2004. Kortom, dat is waarin die op de World Grand Prix van Andy Callaway verliest. Ja. Maar even hoeveel waren er op reis? 43 wedstrijden zonder nederlaag. Want je gaat nu naar Van Gerwen toe, denk ik. Nee, daar ga ik niet naartoe. Oh, oké. Okay. Nou, dacht ik. Ga ik zo naartoe. Oh, prima. Je moet nog wat 94. Verder onderzoek plegen, begrijp ik. Ondertussen gaan wij eens even kijken hoe deze eerste leg afloopt. Van Gerwen heeft de kans om te breken vanaf 134. Die kans die had hij in ieder geval. 96. En Lewis dan moet nu dubbel 10 erin gooien. En moet nu dubbel 5 erin gooien om die eigen lekker 15 darts te houden. 35, thank you. Maar alles gaat aan de binnenkant. Dit gaat er recht in. 13 darten voor Van Gerwen en meteen de break. Lewis, zijn eerste wedstrijd was meteen in de tweede ronde, want hij was een geplaatste speler, wat natuurlijk ook gold voor Van Gerwen. Lewis won die wedstrijd van Keegan Brown met 6-2, had genoeg aan een gemiddelde van 91. Vanmiddag tegen Terry Jenkins in de kwartfinale lag het gemiddelde al flink hoger, 105. En een soevereine 10-6 overwinning. Ook weer een prima finishpercentage. 7 keer 180. 134. 60. Michael Rupert 133. Leef je nog, Zak? Ja. Even aan tellen. 59. Ja, toch nog 74 overgelaten door Van Gerwen. Eerst even deze finish afhandelen. Triple 14 en dubbel 16 voor Van Gerwen. Nu naar 20 en tops. En 2-0. Ja. Als de statistieken kloppen, dan is de laatste nederlaag van Gerwen geweest op de World Grand Prix, de finale tegen Robert Thornton. Sinds die tijd 14 overwinningen op rij. En hij heeft al eens een keer eerder zo'n reeks van 14 overwinningen op rij gehad. Maar dat is ook de langste reeks. Dat was rond de 2K van 2014.
Nou goed, als we het dan nog steeds over televisietoernooien en dat hebben, en dat hebben we. Ja. Dan kan hij dus toch een recordje gaan vestigen deze wedstrijd. Ja, voor zichzelf in ieder geval. En dan moet hij er nog 29 achteraan winnen. Ja. Dan heeft hij ook Taylor ingehaald. Precies. Lewis gaat zo dadelijk proberen vanaf 87 nu wel de eigen leek te houden van Gerwe. Ja hoor, die laat eventjes dubbel 10 over voor het geval dat het Lewis niet lukt. Die moet toch wel weer naar de bullseye toe. En die mist hij. Michael Lucar 20. Ja, op dit geval dus. Het Van Gerwe geval dat Van Gerwe gewoon nog een keer breekt en naar een 3-0 voorsprong gaat. Dan doet hij even in 11 darts zo tussendoor. En vervolgens met een scherpe bocht weer naar rechts. En 3 pijlen recht vooruit. En een gemiddelde van bijna 116 na 3 legs. Dat hij het maar even weet. 60. Met Lewis op 105. Dat hij dat ook maar even weet. Ja, die mist meteen 3 pijlen in de eerste leg. En dan is de toon eigenlijk al gezet. 100. Dan weet hij ook dat hij in de achtervolging zou moeten verlopen. Van Gerwe 3 uit 4 op de dubbels, Lewis 0 uit 4. 81. Vandaar deze stand. 128. Michael Lucar 127. Maar nu zijn de rollen eens een keer omgekeerd. Want Van Gerwe gooit 127 niet 55. Uit. 55. Adrian Lucar 56. En hij pakt een break. Terug. Eentje. Staat er nog één achter. Ik denk dat Lewis zich best gelukkig zal prijzen als hij de eerste onderbreking kan gaan met 3-2 achter. Moet hij zijn eigenlijk natuurlijk wel houden. Met 60. Ja, want je wilt natuurlijk niet het gevoel krijgen wat je misschien al een beetje krijgt als je 3-0 achterkomt met 2 breaks daarin. 54. Dat die kale groene weer eens over je heen gaat denderen. 140. Wat die kale groene bijvoorbeeld met name deed in de halve finale van het WK van 2014. Weet je nog? 6-0 in sets voor Van Gerwe. Ja, dat was een wedstrijd waar we echt naar uit hadden gekeken. Maar dat werd toch een beetje een deceptie. Omdat Lewis op dat moment echt goed had gespeeld. Maar ineens de weg kwijt was in die halve finale. En we hebben ook prachtige partijen gezien tussen deze mannen. Laten we dat vooral niet vergeten. Lewis gaat hier tops overlaten. De opdracht voor Van Gerwe is 130 uitgooien. Dat kan met één keer triple 20. Die is alvast binnen. En nu gaat het naar dubbel 5. Die is ook binnen. Van Gerwe met een 130 finish. Koning, keizer, allemaal, admiraal. Hij lust ze allemaal. 4-1. Denk je een kansje te hebben om weer... Ja, Jacques Adrien Lewis gooit 107,72 gemiddeld. Staat 4-1 achter. Waar slaat dat nou weer op? Ja, hij mist 3 pijlen in de eerste leg. Dat is het enige. Verder
kun je er niet zo heel veel aan doen. Hij mist ook nog een pijltje in leg 3. Het zijn twee legs die hij inlevert. Die hij niet in had hoeven leveren. En dan zit het al een stuk dichter bij elkaar. Maar dat is ook wel een beetje de flow waar Van Gerwen in zit. Het is de druk die hij oplegt aan anderen. De heer aan tafel zei dat al goed. Het is niet alleen maar het feit dat je zelf weet dat je het moet gooien. Het is ook nog eens een keer dat je het tegen hem moet gooien. En bij hem valt alles. Ja, slechte eerste beurt hier, maar hij stond wel boven de 110 gemiddeld. Hè? 59. Ja. En hij heeft Lewis nog niet één leg laten winnen die Lewis was begonnen. 140. Ja, ik kan me nog herinneren dat we vorig jaar 98. Na de zomer ook 2-3 toernooien gehad hadden die Van Gerwen ook allemaal had gewonnen. En toen dachten we nog van nou, is er iemand die hem dit jaar sowieso überhaupt nog wel in één toernooi kan stoppen. En uiteindelijk, ja, verloor die de Players Championship Finals, verloor die ook het WK. Weet je, het is heel moeilijk om zo'n vorm ook dan heel lang vast te houden, die absolute topvorm. 22. En dan lijkt het nu wel moeiteloos te gaan, maar iedere wedstrijd die je speelt en iedere wedstrijd die je wint, die kost gewoon energie en met name mentaal 119. Is het vermoeiend. Moeten we ons zorgen maken? Nee, zeker niet. Zo is het ook weer niet. Maar voordat we alle vlaggen meteen uithangen al richting het WK, weet je, het is ook weer niet zo makkelijk. Dit is wel makkelijk, voorlopig, nog steeds. 5-1. Ja, langzaam zeker komt Van Gerwen nu ook in die ontspannen fase waarin hij denkt van oké, dit is al bijna binnen. En dan zie je, dan gaat hij wat al bijna beter spelen. Maar je ziet hoe dun het randje is dan, hè? Vanmiddag tegen Van Barneveld zit hij echt in de problemen. Had hij kunnen verliezen? Verliest hem niet, dat is zijn capaciteit, zijn kunde. Maar dat kan op ieder willekeurig ander toernooi dus ook een keer gebeuren. En dat hoeft niet tegen Van Barneveld te zijn. Dat kan ook tegen andere spelers zijn. Ja, dit is natuurlijk voor beide heren zijn het fantastische gemiddelden. Maar wat ik het meest indrukwekkend vind, dat is de manier waarop Van Gerwen zijn dubbels gooit voorlopig. 5-6, ja. 5-6, laat het even tot je doordringen. En eigenlijk speelt Lewis nu al een verloren wedstrijd bijna. Gaan we weer. Triple 20 er alweer in. 14 en bullseye. 99. Ja, hij kan ook dus wel eens een keertje missen. Maar dan moet Lewis dit wel uitgooien. Anders is de wedstrijd gebeurd voordat we halverwege zijn. En dat doet Lewis ook. Terug naar 5-2. Nou ja. Niet getreurd natuurlijk. We hadden ook niet anders verwacht. 139. Vallend dat Lewis nog geen 180 gegooid heeft. Van Gerwen al 4. Vanmiddag toch 7 stuks voor deze man. 121. Dubbel 16 voor een 101 finish, net zo makkelijk. 6-2. En dat gemiddelde, dat kon ook nog wel wat omhoog. 100. Springt nu tevoorschijn en dat bedraagt 112,31.
En goed, inmiddels dan 2 pijlen op de dubbel gemist, maar nog altijd 6 uit 8, oftewel 75%. 57. Dat is weer vrij geniaal. Nee, je begint het al bijna gewoon te vinden dat hij het doet. 100. Ja, dan ben ik toch ook benieuwd hoe dat straks in de finale gaat. Als Van Gerwen daar staat, gaat hij natuurlijk tegen Wright gooien. Of we dan ook de koeien weer door de wei huppelen. Ja, de enige manier om dat stil te krijgen is wel heel snel zo'n voorsprong te pakken als nu tegen Lulles. Dan zijn ze stil. Maar ja, goed, het is misschien wel erg ver vooruit geredeneerd. Dubbel 12 voor Lewis. Voor een 104 finish zelf, maar dat doet hij dan weer niet. En dan moet je vrezen wat er nu gaat gebeuren als je Lewis heet. Bullseye al gegooid. Ja. Je verwacht het, je weet het. En het gebeurt ook. Ook dat ga je normaal vinden. Hij wandelt weer op een planeet van zichzelf. 45. Planet Darts. Ik dacht dat de planeet van Taylor was toch altijd? Ja, dat klopt. Maar die is even... Is die verdreven? Die is even niet meer de koning op die planeet. Die is de erekoning. Of de titel die erop lijkt. Ik weet niet, hebben ze daar een naam voor? Geen idee. 140. De zonnekoning. 100. Ja, je hebt het hier over een wedstrijd tussen twee mannen die op de wereldranglijst helemaal niet zo ver uit elkaar staan. Lewis is natuurlijk absoluut de wereldtop. 104 gemiddeld en die wordt 100. Gewoon uit elkaar getrokken hier werkelijk door Van Gerwen. Daar blijft niets van over. 136. Gedegradeerd op knechtje van de zonnekoning. Ja. 139, Michael Rapport 40. Nou, je hebt hem al opgeschreven, denk ik, die 8-2. Daar is hij ook uiteindelijk. Hij mist nog eens een paar pijlen op zijn dubbel. Dat kan het zich wel veroorloven. Lewis denkt, nou ja, ik ga meteen maar doorgooien. Misschien levert het nog wat op. Van Gerwen gaat even uitrusten. Heel veel te rusten heeft hij niet, denk ik. Kijken hoe lang dit nog duurt. Ja, nog 3 legs om precies te zijn. 60. En Lewis nog 9. Het zal een lastig verhaal worden. De volgende 2 sessies moet hij 8-2 winnen. 100. En je kunt je afvragen hoeveel geloof Lewis daar zelf in heeft. 121. En zo zie je maar weer, je kunt de wedstrijd echt niet winnen in de eerste paar legs, maar je kunt hem er wel verliezen. En dat lijkt Lewis nu gedaan te hebben. Die 100. Eerste 3 darts op de dubbel in de eerste leg lijken hem meteen al fataal te zijn geworden. Ja, ik hoor jou nog zeggen toen hij van 3-0 terugkwam tot 3-1. Van, nou, het beste wat hij gaat doen is met 3-2 de eerste pauze ingaan, maar dat heeft hij ook niet gedaan. Nee, dan krijgt hij die 130 finish om zijn oren, ja. Zul je altijd zien. Maar ja, dit monster is op dit moment moeilijk te stoppen. Nou, dat blijft Lewis dan bespaard. Maar goed, de 137 is ook nog niet zo... maar uitgegooid. En we beginnen met triple 19. En dat was niet gelukt.
Ja, ik denk toch ook dat, dat zei je net ook al, dat het geloof bij Lubbers wel een beetje in zijn schoenen aan het zinken is. Tops. Nou. Nou, 8-3. Het is niet voorbij. Totdat de dikke dame zingt. Nou ja, kijk, Van Gerwen. 3 legs onder de 12 darts. 5 onder de 15. 55. Man, man, man. Wat moet je daar tegen doen? 140. Ja, het is toch weer een andere wedstrijd dan die kwartfinale tegen Van Barneveld, hè? Voor Van Gerwen. Ja, hij vliegt hier makkelijker weg. Daar moest hij terugknokken. Maar hij scoort ook beter in deze wedstrijd gewoon. 60. Ja, we hadden in het begin gewoon moeite om die triples te raken. Dat gaat nu vanaf het eerste moment gewoon heel soepel, heel makkelijk. Hup, nog even in 12 darts erachteraan. En dan is leg 9 ook binnen. Ja. Als je toch eens één dag zo makkelijk kon darten. Ja, maar hij blijft ook gewoon nu. Zo rond dat gemiddelde zitten dat hij op een gegeven moment bereikte. Had een stijgende lijn in en nu blijft hij zo rond die 110 zitten. 43. Hoe knap is dat? Ja. Hij wijkt er ook nauwelijks vanaf. Ja, nu. Even een puddingbeurt tussendoor. 60. Een heuse 43. Maar dan is er altijd nog een volgende beurt. En een volgende. Ja, daar heeft Lewis er ook nog niet één van gegooid. Oh, sorry. Dan heeft hij daar pas één van gegooid, jongens. En waar, joh? 63. Ook wat dat betreft is dit een andere wedstrijd. Tegen Jenkins vielen ze als rijpe appel van de boom. 45 over voor beide mannen nu. Dus Lewis naar tops. Ja, ze gaat de laatste vier legs allemaal met de darts mee, maar dat is voor Van Gerwen niet echt schokkend nieuws. Nou, hij heeft smaak te pakken. Ik zou zeggen, ga gerust je gang hoor, Adrian. Dat vinden we helemaal niet erg. Ga maar gewoon lekker door. 100. Ja, goed. Ja, als Lewis het dan niet doet, dan doet Van Gerwen het natuurlijk wel weer. Voor de derde leg op rij en de achtste keer in totaal. Zo is het ook wel weer. Trippeltje? Nee, dat niet. Ja, Lewis heeft twee trippels nodig. Twee keer trippel 20 is dubbel 8 over. Dat is 1. Maar geen 2. Nijdig smijt hij de laatste pijl richting de enkele 16. Dat zegt iets over zijn vermoeden van wat Van Gerwen nu gaat doen. Bullseye. 41.
Zijn vermoeden was niet juist. Nee, het gaatje kan toch kleiner worden nu. Gewoon lekker onderdoor. Zo, prima, keurig, netjes. Dus dan pakt hij een break terug, Lewis. Wordt het 9-5. En misschien ook nog 9-6. Nou, ja, dan heeft hij die sessie in ieder geval met 4-1 gewonnen. 120. Pech. Voor Lewis. Zul je dan altijd nog wel zien ook, dat je dat ook nog krijgt. Als ik ook hier zie hoe Vergerwe net die laatste pijl dan zo schuin ertussen doorgooit, dan krijg ik soms ook wel eens déjà vu's naar Epke Zonderland. 140. Dat heeft ook met slingeren te maken. Nog altijd Lewis, gewoon boven de 100 gemiddeld. Vroeger werd je dan onklopbaar geacht. Nou, 97. Die tijd lijkt toch wel een tijdje achter ons te liggen. 140. Ja, wat dat betreft zou dat ook leuk zijn, maar dat onderzoek gaan we later nog wel eens doen. Om te kijken wanneer er voor het eerst iemand verloor met een gemiddelde van boven de 100. Iets wat tegenwoordig heel vaak tussen de halve finale en de finale uitzoeken. Ja, ja, zullen we dat doen? 104. Dan gaan we straks met het antwoord. Niet terug naar 9-6. Dus kan het gewoon 10-5 worden. En dan heeft Van Gerwen nog maar één lek nodig. Ja, dan gaan we nog wel even pauzeren bij die 10-5. Toch? Jongens? Nee, de vorige wedstrijd wel. Ja hoor, daar is de muziek. 10-5 voor Mighty, Mighty Mike. Nog één lekje heeft hij nodig, Michael van Gerwen. Ja, hij mag beginnen ook aan de 16e lek van Gerwen. Ladies and gentlemen, 16 flag is Michael to throw first. Game on. En het ging aan tafel, Jacques, over gemiddelden. Dat van Gerwen hier nog even opkrikt. Je hebt het uitgezocht. Wanneer was het voor het eerst? De eerste keer dat iemand verloor met een gemiddelde boven de 100 was in 1996. De WK-finale notabene. Dennis Priestley, 101,49. En dat gebeurt ook maar één keer in de jaren 90. In de jaren 90 gebeurt het maar één keer inderdaad. We zijn even aan het kijken nog hoe vaak het sinds die tijd is gebeurd. Maar een stuk vaker. Die conclusie kunnen we alvast wel trekken. 134. Nou, misschien dat we dan antwoord pas weer in de finale kunnen geven. Want dit worden niet de laatste drie pijlen van deze wedstrijd. Maar wel misschien de laatste drie pijlen van Adrian Lewis nu toch? 80. Michael, you require 65. Daar is met groot gemak een enkele bol. Daar is een enkele 20. En daar is een dubbele 10. En dan is het klaar. Dan loopt Van Gerwen van het begin af aan weg bij Lewis. Eigenlijk twee keer zo snel als de tegenstander. En komt hij uit op 11-5. En gaat hij finale spelen in Glasgow. En het is bijna onvoorstelbaar. Weer een finale. Gooi nog even een paar pijlen weg. Nog even om zijn tent.